Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Dit is een dagelijkse productie van het Nationaal Informatieinstituut. En in dit programma wordt focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. President Desiree Bouterse ontmoet president Kenyatta bij tussenstop op Kenia. Alom tevredenheid bij viering 44 jaar residentie in Mungo. Achterstand grondaanvragen coronie verder ingelopen. En motivatiesessie voor leerlingen Mulo Noordpool 1. President Desiree Delano Bouterse heeft op dinsdag 26 november een bilateraal onderhoud gehad met zijn Keniaanse ambtgenoot, zijn excellentie Uhuru Kenyatta. President Bouterse vertrok op maandag 25 november vanuit Suriname voor een staatsbezoek aan de Volksrepubliek China. Tijdens een tussenstop op Kenia kwam in een onderhoud met president Kenyatta de noodzaak om zowel bilateraal, subregionaal als multilateraal samen te werken aan de orde. Beide presidenten bevestigden dat de Afrikaanse en Caribische regio vanwege de culturele en historische band de verplichting hebben hechter met elkaar samen te werken ten einde de integratie te bewerkstelligen. Zoals eerder vermeld vertrok president Bouterse op maandag 25 november vanuit de Johan Adolf Pengel luchthaven aan het hoofd van een regeringsdelegatie. Op de airport kreeg het staatshoofd de gebruikelijke ceremoniële uitgeleide door manschappen van het Nationaal Leger. Vanwege het in China af te werken programma maakt ook een vijftal ministers deel uit van de presidentiële delegatie. Het bezoek staat in het licht van de verdieping van de bilaterale samenwerking, als ook de consolidering van het strategisch partnerschap tussen de twee soevereine staten. President Bouterse zal een bilateraal onderhoud hebben met zijn collega-president Xi Jinping, hoogwaardigheidsbekleders en het bedrijfsleven. Vervolgens zal het staatshoofd van 2 tot en met 4 december op uitnodiging van president Miguel Díaz-Canel een staatsbezoek afleggen aan de Republiek Cuba. De viering van 44 jaar staatkundige onafhankelijkheid in Mungo is een succes geworden. Er heerste op maandag 25 november alom tevredenheid onder de aanwezigen uit zowel stad als district. Een van de grote momenten was de decoratie van een aantal Mungonezen voor onbaatzuchtig gemeenschapswerk. Focus brengt u enkele indrukken van de festiviteiten in Mungo. Ik ga me echt aankleden in de residentiesfeer. Deze is al mooi. Ik ben benieuwd naar die pang. Oh. Hey, utakino. Je gaat soldaten zien, politie, verschillende mensen. Krijgen we meer begrip voor elkaar op weg naar die mooie toekomst die we te wachten staan. Daar hebben we de bikers. Alla desma u gedragen en meka san go boom. Want na voor het eerst hoor je dus meka go boom tak tralisi de foto's maka konja baka. Grantang. Grantang. Allee. Ik was nog een kleine jongen en ik hoorde, het was toen Lieve Hugo die een bepaald lied had gecomponeerd en zong. Van 5 november zijn er kies van Oma Peking, Vaning,
Fanings Residency No. 25 november, Strana Kiswa, Uma Pitching, Fanning, Fanings Residency No. Ik zat toen op school en ik mocht dus ook deelnemen om de vlag te vormen. Dus het is heel erg belangrijk om terug te blikken. Het is heel erg belangrijk voor jou als Suriname natuurlijk. Maar ik versterk alles maar en ik versterk heer Mongo en ik versterk heer Sernang voor de wang zijn kontide toevallig in aanmerking die wang decoratie. Mijn naam is Langa, want China wacht. Namens de productie en de redactie bedank ik u en ik wens u een fijne dag. De naam is Gretel Blokland en Olga Chinaton en ik zeg fijne residentie aan u allen. Bewoners van het district Koroni hebben bezoek gehad van minister Likram Soerjan van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer. De bewindsman heeft op vrijdag 21 november aan 190 Koronianen grondpapieren uitgereikt. Het ministerie doet er alles aan om de achterstand in grondaanvragen in te lopen. Coronie vandaag weer een bijzondere dag. Bijzonder omdat vandaag 181 Surinamers blij worden gemaakt. En natuurlijk zal ook een aantal mensen niet blij zijn omdat ze dit keer niet in aanmerking komen. Maar ik denk niet dat de komst van de minister, het is de eerste keer van hem, dat het vandaag de eerste en de laatste keer zal zijn, minister. En men mag het ook gunst noemen, maar als dat het is, dan mag je wel vaker komen, ja. Want uiteindelijk zullen alle Koronianen geholpen moeten worden. Trouwens, dat is uw slogan, domeingrond voor alle Surinamers. Dames en heren, wanneer we de balans opmaken hier in Koroni, wat de gronduitgifte betreft, mag ik wel gerust zeggen dat de regering Boutersen 1 en 2 in staat is geweest om honderden beschikkingen uit te reiken aan de Koronianen. Meer dan 180 mensen hebben hun bereidsverklaring of toewijzingsbeschikking mogen ontvangen. De mensen weten wat ze moeten indienen en het commissariaat is ook een hele hulp. Als DNA-lid komen ze ook vaak naar jou, maar er is een goede samenwerking met het commissariaat. En dan weten ze welke stukken ze moeten indienen. Natuurlijk zelf gaan indienen bij ROGB, maar ze worden altijd bijgestaan door het commissariaat, zodat je weet dat ze de juiste stukken hebben ingediend en ook door mij. Is transport van mijn grond. Ik ga het nu bouwen. Ik heb het wel gekregen, maar ik heb mijn dokter gegeven, want ik heb al een huis, al een grond, maar is van mijn dokter. Ze gaat wel nog naar school. Wanneer is het gelegenheid om te bouwen, dan gaat ze bouwen. Nou, die andere Koronianen, al hebben ze lang gewacht op hun bereidsverklaring of wat dan ook, moeten ze geduld hebben. Geduld, als je geduldig bent, krijg je het wel. Welke boodschap heeft u aan de mensen van Koroni? Geef de moed niet op. De minister heeft gezegd dat er een tweede ronde komt. En dan denk ik dat ik als parlementariër erop zal toezien dat de mensen die hebben ingediend, die power heb ik niet. Maar natuurlijk bied je je skills aan, omdat je weet wat het veld is, wie allemaal hebben aangevraagd. En dan zal ik natuurlijk mijn beste beentje voorzetten dat de mensen die hebben ingediend en nog niet hebben gekregen, de volgende keer mogen lachen.
De vlag hijsen, strijken, vouwen en het respect voor dit symbool. Deze aspecten kregen leerlingen van Mulo Noordpool 1 uitgelegd tijdens een motivatiesessie door luitenant Shammani Singh van het Nationaal Leger Suriname. Precies in het midden, vasthouden en bij elkaar brengen. Heb ik een markering aangebracht voor jullie? Heb ik een markering aangebracht? Dat wil zeggen, die zijde daar gaat naar boven. Vlag, hijsen. Je mag hijsen, vriendin. Tot je middel, hijsen, tot je middel. Langzaam en statig. Langzaam en statig. Nee, dat is verkeerd. Kijk hier. Let op. Laat los. Dat is hem. Dat is hem. Tot je middel. Ja? Ga door, langzaam en statig. Je mag hem aanbinden. Ik vond het beste dat hij tijd heeft gemaakt voor ons. En dat hij ook hier is gekomen om ons te vertellen hoe we het moeten doen, hoe we het moeten zingen. En ik als een leerling van deze school hier wil ook al een militair worden. Ik vond het beste van hem wat hij gedaan heeft en wat hij ons verteld heeft. Zal het beste, zeker als het beste op deze school zijn. Ik vind dat heel goed, want sommige kinderen weten ook niet om te gaan tijdens vlaggenparade. Zo, hoe wij ons zo'n motivatie verheven, vind ik dat heel goed. Vrij recentelijk heeft de leiding van het Nationaal Leger een verzoek in behandeling genomen van jongeren Latour. En dat ging dus om vaderlandsliefde en het hijsen van de vlag op een correcte wijze. Dat hebben we dus gedaan op 12 scholen. En ik heb geconstateerd dat de behoefte groot is. Hoe sta je vol eerbied en respect voor de Surinaamse vlag? Hoe dient hij gevouwen te worden enzovoorts? En ik heb gezien dat er enorm veel onbegrip is op dat vlak. Dat proberen wij militairen dus te verbeteren, zodat leerlingen het nationaal bewustzijn bij de leerlingen vergroot wordt. Ik vond alles goed. Het was leuk. En die kinderen stonden goed, ze konden niet alles zeggen en het maakte was wel toch goed. Eigenlijk is het begonnen in de vierde klas om die kinderen te motiveren voor het examen. Weet je, elk jaar houden we voor de vierde klas een examen, een sessie. Alleen dat ze gemotiveerd naar het examen toe gaan. En meneer Mani Singh die had het keurig gedaan. Nadat we hebben gezien wat hij allemaal op andere scholen heeft gedaan. En dan voor vandaag heeft het meer te maken met de houding van de leerlingen wanneer we in de ochtenduren vlaggenparade hebben. En die laat veel te wensen over. Je ziet duidelijk dat het nog niet echt in ze zit om eerbiedig te zijn tijdens de vlag. Afgelopen schooljaar hebben we geen vlaggenparade gehouden, dus we zijn van het jaar gestart. En het is er nog niet echt in. Dus meneer Mani Singh die heeft zijn manier van overdragen en disciplinair gedrag. Dat vonden we ook heel keurig van hem. En dan zijn we dan op het idee gekomen dat hij die kinderen dan ook kan wijzen hoe het allemaal moet. Vorig jaar heb ik gesproken over You Were Born to be Great. Om leerlingen te motiveren, om leerlingen te stimuleren tot betere prestaties op scholen. We zien dat het rendement is gedaald en dat laat ons allemaal niet onberoerd. Natuurlijk moeten wij docenten, instructeurs ook de hand in eigen boezem steken. En zodanig lesgeven dat het stimulerend overkomt bij de leerlingen. Zodat zij zich geïnspireerd voelen. Kortom, we moeten het doen vol overgave. En zo probeer ik dus leerlingen te motiveren door voorbeelden aan te halen uit het buitenland, ook Surinaamse voorbeelden, zodat zij zich gesterkt voelen en u ziet dat het wordt laaiend enthousiast ontvangen door de leerlingen. Wat we willen bereiken met zo'n motivatiesessie is dat we de kinderen meer liefde en respect voor onze vlag, voor ons volkslied vooral, moeten bijbrengen. Ja,
En het positieve eigenlijk, alles eromheen wat betreft ons volksleden, vlag, respect, hoe ze moeten staan tijdens de vlagparade, dat willen we eigenlijk naar buiten brengen. Dat willen we ze leren, hoe het moet. En dit was Focus. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.